Hallo kijkers van Shine Sprite. Welkom bij een gloednieuwe aflevering, een gloednieuwe battle. Het is tijd om wat andere Pokémon's weer te gaan gebruiken. We gebruiken gewoon verschillende Pokémon's en dan komt het vanzelf goed. Of niet. En daar hebben we ook gewoon plezier van. Tenminste, dat hoop ik. Het is de derde battle. Laten we beginnen. We moeten alleen nog heel even op Jordi wachten. En dan gaan we kijken of we weer tweede kunnen worden. We waren vorige potje tweede geworden, daar was ik wel tevreden mee. En eerlijk is eerlijk, iedereen weet dat ik gewoon maar wat doe. Maar het is wel leuk. Ik had eigenlijk wel wat drinken willen pakken, maar dat komt zo wel. Oké, ik zal dit heel even aan elkaar lullen. Zoals jullie boven mij zien is de stand. Uiteindelijk is natuurlijk de bedoeling die het meeste, die het hoogst is geëindigd, zeg maar, die wint. Wie het vaak het hoogst is geëindigd. Dus dat zal ik in ieder geval niet zijn, maar toch is het leuk. Waarom duurt dit zo lang, jongens? Waarom duurt dit zo lang? Eerste battle waar ik een stukje uit moet knippen. Bij wie zit ik? Hey, bij Jordi. Weer een ander teampie. Wat zullen we meenemen vandaag? Wij nemen vandaag mee. Als eerste, waar zullen we mee leaden? Ik lead met Elsa. Dan gooi ik Punker achteraan. En mijn Cheetos. We gaan gewoon raar doen vandaag. Oh, 69 ook op zijn kaarten. Hè? Wat is het toch ook een mafkist, die Paddy. Ferrothorn en Orangaroo. Elke keer die Orangaroo. Die shinies heeft hij echt niet zelf gehaald. Daar geloof ik echt helemaal niks van. Hij switcht meteen zijn Quagsire naar Rapidash. Ah, hij faalt zijn instruct. En hij doet Stealth Rocks. Oké, dit was nogal een oninteressante eerste beurt. Ja, weet je, dan pakken wij gewoon die Blizzard gratis. Deed niet heel veel damage. En dat was ook nog eens een crit op Ferrothorn. Sidecheck op mij. Oh. Oké, het valt mee. Ook op mij. Wat een anus. Waarom moeten ze nou allebei op mij?
Dark Pulse is ook maar op 1. Ja, fuck dit, ik pak de Dark Pulse. Dit is zo zonde. Had ik nou maar gewoon... Oké. Herkos wordt wel nog een keer gehit. Weer op mij? Waarom ook een keer op mij? Fucking irritant. Zonde. Hey, ik kun je niet op... Oh wacht, dit was Paddy niet, hè? Paddy niet. Hè? Leadship, man, dus dat is op zich wat wel. Te denken, want ik verwacht zomaar dat die... Ik verwacht zomaar dat die Heracross ritje. Oh, nice, dan redirect hij hem. Alleen ja, die Heracross is natuurlijk, niet super. Is helemaal niet effectief op plot. Dat is die, als je spirit doen. Oh, hij switcht, dan doen we weer geen schade. Ik denk dat Heracross niet switcht, dat is op zich nice.
Oh, I missed the fire blast. Oké, geburnde kweksaaier. Oh, nu is de lead sheet weer terug. Nee. Oh, dat heeft heel veel health back. Toch nog een keer proberen. Maar gaat waarschijnlijk switchen. Nee. En de throat shop, oké. Okay. Heracross Gonzo. Beast Boost. Burn. Nou, dan krijg je fucking veel HP terug natuurlijk. Dit is wel Paddy's laatste Pokémon trouwens. Rengaroo denk ik. Of niet? Ah nee, die pakte denk ik niet omdat ik Dark Pulse kan. Togekiss. Echt een kut Pokémon. Ik bedenk me nu dat ik helemaal niks aan Beast Boost heb als ik alleen maar speciale aanvallen heb. Maar ja, laat me leven. Dank je. Oh, de Quagsire leeft nog. Ah, oh, hij doet drie koppen. Ja, met mijn lead sheet eraf wordt het erg pittig. Ik denk dat ik nog wel leef, maar dat duurt niet lang meer. Ah, ik heb nog wel lefties natuurlijk. En hij heeft ook lefties. Ja, die lead sheet is jammer. Wanneer is die keer af? Of stopt hij niet die lead sheet? Veel werewolf, ja, dan wordt het een moeilijk verhaal. Wel laat ik het denk ik gaan, of niet? Ja, laat maar gaan. Ja, weer op mij. Ja, zat er wel in. De Quagsire ook dood. Moeten we eigenlijk vol op Spirit doen. Wacht. Ik ben gewoon wel super effectief gekomen. Dus. Die is toch flying? Overdrijven ze op beide. Oef. Oh ja. Dit wordt een onmogelijke. Oké, de token is ook nog dood. Maar ja, die gaan natuurlijk allebei op mij zo. Oh, en hij raakt de Will-O-Wisp. Ja, dan is het voor mij over. Oh, of als dinges nou even op Spirit Doom gaat. Als Sander even op Spirit Doom gaat.
Doe het, Sander. Je kan het. Ik geloof in je. Ga op de Spirit Room. Ik hoop stiekem dat ik als eerst ben. Misschien dat de Spirit Room dan al dood is. Dat is toch zo laatste. Ik kan dat elke keer net niet zien, omdat het net buiten beeld valt. De Spirit Room is dood. Oké. De Spirit Room is dood. Was het zijn laatste? Ik weet het niet. Wat doet Instruct? Oh, oké. Dat doen we nog een keer, joh. Oké. Wat? Ik heb gewonnen. Dank je. Oké, bedankt voor het kijken van deze battle. Tot de volgende battle.